We hebben net een herkraak gedaan van een pand wat afgelopen zondag was spoedontruimd, onrechtmatig spoedontruimd door de politie ter plekke. Met heel veel geweld, er is ook heel veel media-attentie over geweest. We hebben inmiddels aangifte gedaan, ook tegen de politie wegens openbare geweldpleging en mishandeling. En we hebben nu dan de herkraak gedaan om te laten zien dat wij als burgers niet instaan voor dit soort machtsmisbruik van de overheid. En we vonden het daarom belangrijk om deze kraak te doen. Om het vervolgens gewoon via de wetgeving te spelen. Namelijk dat zij een ontruiming aankondigen aan ons, waaraan wij dan vervolgens een kort geding kunnen voeren om een belangenafweging te maken. Nou, de reden van de spoedontruiming is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat de politie gewoon volledig uit zijn bol ging en dat het uit de hand liep, ook voor hen. Het zag er naar uit op dat moment dat de politie zelf volledig overrompeld was door de 2 à 3 agenten die plotseling op de groep inliepen zonder waarschuwing. En begonnen te duwen en te slaan. En daarop renden alle politieagenten ook op ons af. En begonnen ook te duwen, gealarmeerd en te slaan. En vanaf dat moment was iedereen volledig, ja, wij waren in paniek en zij waren volgens mij volledig in de war. En toen hebben ze al heel snel honden ingezet en terwijl we geweldloos bleven en bleven slaan. En ik werd als een van de eerste gearresteerd en ik vroeg aan de agent die me arresteerde, wat gebeurt er nou? Wat is er nou gebeurd? En hij stond zelf te trillen op zijn benen en zei, ja, ik weet het ook niet. Dus het was voor mij duidelijk dat het voor iedereen volledig uit de hand liep. En een paar idioten met een politiepet op volledig door het lint gingen om een of andere reden. En het is voor ons volledig onduidelijk waarom ze dat deden. Ik denk dat mensen moeten begrijpen dat agenten wel vaker hun macht misbruiken, want wat in onze ervaring gebeurt het wel vaker dat ze excessief geweld gebruiken in bepaalde situaties. Of op andere manieren machtsmisbruik plegen. En dat daar dan vervolgens ook op doorgepakt wordt, dus dat mensen aangifte doen en dat het kenbaar wordt aan de buitenwereld. En ook dat de overheid zelf een betere systeem maakt of iets dergelijks. En ook dat de overheid zelf een betere regeling maakt voor mensen. Dat het makkelijker wordt om inzicht te krijgen in wie wat doet van de politie. Want op dit moment is dat heel moeilijk voor burgers om erachter te komen wat de identiteit is van een agent die geweld pleegt. Omdat de agenten om hem heen zwijgen. En elkaar de hand boven het hoofd houden. En dus is het dan op dat moment heel moeilijk om erachter te komen wie dit was. En hoe je diegene kan aanklagen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de politie heel hard optreedt tegen activisten en krakers. Demonstraties worden bijna direct neergeslagen eigenlijk. En dat is heel spijtig. In Nederland, want dat zou je niet verwachten in een democratie die wij hebben, die wij zouden moeten hebben. Maar hoe dan ook, ik vermoed dat het komt omdat Eberhard, de burgemeester, een ruimte overlaat van onduidelijkheid. Omdat hij het ene zegt over zijn beleid en iets anders doet. Hij zegt dat hij niet ontruimt voor leegstand. Nou, dat is niet waar. Hij zegt dat hij niet meer dan één keer een pand ontruimt om de eigenaar er daarna gewoon iets mee moet doen en hij niet de knokploeg is voor de eigenaar. Nou, hij laat zien wel de knokploeg te zijn voor de eigenaar en panden 2, 3, 4 keer te ontruimen. Dat strookt gewoon niet met het landelijk beleid en niet met wat hij zegt dat zijn eigen beleid is. Waardoor de politie dus ook het gevoel krijgt dat ze gewoon de vrije hand hebben. En dan kunnen er dingen plaatsvinden zoals afgelopen zondag, dat politieagenten het hoog in hun bol krijgen en hun frustratie dan maar losslaan op geweldloze activisten. Het is een pand van Almere, het is een woning van Almere dat een aantal jaar geleden is dichtgetimmerd vanwege ernstige zwamvorming. Het
komt omdat IJmere in deze buurt al jarenlang geen onderhoud, groot onderhoud meer pleegt. Er zijn al in 2006 klachten over geweest van bewoners bij de lokale politiek. En daarna gebeurde er niks eigenlijk. En in 2010 liet IJmere weten dat ze daar geen geld voor hadden om dat te renoveren. Nu willen ze dus volgend jaar op z'n vroegst, half 2013, beginnen met een grootschalige renovatie. Waarna ze alle sociale huurwoningen gaan verkopen. Waar men niet terugkeert. Dus als men terugkeert, dan gaat de huur omhoog. Komt men terug in een soort nieuwbouwwoning. En omdat het dan grondig is gerenoveerd. En zullen zij de laatste sociale huurders zijn in die panden. Dus wij protesteren tegen de uitverkoop van de sociale huur. Wederom op een markt die al te krap is. Met wachttijden van 9 tot 19 jaar. Het is helaas nationaal beleid of Amsterdams beleid om de sociale huur terug te brengen naar 30%. Wat natuurlijk belachelijk is, want er zijn nu al te weinig sociale huurwoningen. En los daarvan wil IJmere gewoon hun plan doordrukken voor renovatie. IJmere wil nu de panden gaan renoveren volgend jaar. Een grootschalige renovatie minstens 10 maanden gaat duren. En die een huursverhoging inhoudt. En daar hebben ze bewonerssteun voor nodig van 70%. Maar ze hebben op dit moment maar 50% al een half jaar. En ze proberen nu met wat ze noemen maatwerk die steun op te krikken. En met maatwerk verstaat IJmere individuele onderhandelingen met een huurder. Waarin ze dan bijvoorbeeld deeltjes maken van nou als wij je nou korting geven op de huur, zeg je dan wel ja. Of als wij je kinderen nu een prioriteitspositie op de sociale huurlijst geven, zeg je dan wel ja. Dat gebeurt daar nu in die buurt. En dat vindt de politiek goed, want dat heet maatwerk en dan is het oké. Maar wat wij maatwerk zouden vinden is als zij echt toekomen aan de wensen van de huurders. Want hiermee natuurlijk met zo'n onderhandeling, door steeds de individuele huurders een deeltje aan te bieden, halen ze de kracht weg van de huurders-bewonersgroepen. Dat is heel slim. Die is dan geen blok meer, die kan dan niet meer gezamenlijk optreden. Omdat er dus allemaal deeltjes worden gemaakt. Een soort verdeel- en heerstactiek. En wij willen graag de mensen die dus tegen dat renovatieplan zijn, maar ook de mensen die voor het renovatieplan zijn, met hun allemaal samenwerken om een manier te vinden waarop er een veel bredere plan getrokken wordt waarin iedereen zijn zin krijgt. Want dat kan wel degelijk, geloven wij. Want je zou bijvoorbeeld kunnen renoveren in de panden waar mensen, waar dat echt een krot is inmiddels, na al die jarenlange verwaarlozing. En je zou de mensen die waar de huizen goed zijn en die heel veel geïnvesteerd hebben in hun woning over de afgelopen 10, 20 jaar, die mensen wonen er vaak al heel lang in deze buurt, en die heel graag hun woning zou willen houden en waar de woning ook degelijk is, is het helemaal niet nodig om te renoveren. Dus dat zou pas maatwerk zijn. Maar IJmere wil gewoon heel graag haar eigen ideeën doordrukken. Dat zie je overal gebeuren in de stad. In Oost vooral. En met allerlei nare gevolgen. En nu wil zelfs IJmere, over een maand hebben wij gehoord van buren, een rechtszaak beginnen om zonder de steun die ze eigenlijk nodig hebben, officieel voor die plannen, toch de plannen door te drukken. Dus om dan maar gewoon de huurders eruit te gooien, omdat de rechter zegt, IJmere, je mag doen met je bezit wat je wil. Nou goed, dat vinden wij niet kunnen. En we willen graag voorkomen dat dat gebeurt. Ja, het ondersteunen van de huurders daar. En als ook het protesteren tegen de uitverkoop van de sociale huur. En aandacht vestigen op het feit dat IJmere hier aan verkrotting doet, zo noemen we dat. Huizen jarenlang niet onderhouden en daarna zeggen ja, nu moeten we wel renoveren. En de enige manier om dat te bekostigen is om het te verkopen daarna. Nou, dat trucje dat passen veel corporaties toe en dat is eeuwig zonde, denk ik. Ja, de actie was voor mij vrij stressvol. Ik was er ook bij op zondag en dat was heel heftig. We zijn er nog maar net van bekomen. Nog niet iedereen is daarvan bekomen. Sommige mensen hebben nog steeds een hersenschudding. En die zijn ook niet meegegaan. Maar we waren nu met een veel grotere groep om te voorkomen dat de politie hetzelfde kon doen.
In eerste instantie was er veel stress, omdat er een waterkanon om de hoek stond. En omdat de paarden opeens op een groepje verderop gingen chargeren. Maar die werden vrij snel weer teruggetrokken, omdat de woordvoerders van ons, de politie, zeiden: luister, dit kan niet. Het gaat mis op die manier. Toen hebben ze gelukkig daarnaar geluisterd. En de paarden teruggetrokken. En het waterkanon is uiteindelijk ook afgedropen. En ze hebben besloten om het gewoon via de regels te spelen. Ik vermoed dat ze niet nog een keer een mediablamage willen meemaken waarin AT5 en de Parool laten zien hoe gewelddadig de politie soms kan zijn. Dus speelden we deze keer in ons voordeel. En ja, we hebben het nu gekraakt, dus dat is mooi. En we kunnen nu de campagne gaan beginnen met de huurders, als het goed gaat. En dat is wel een vrees, dat er een illegale spoedontruiming zal plaatsvinden. Want het gebeurt de laatste tijd ook weer vrij veel. Spoedontruimingen mogen alleen plaatsvinden in hele specifieke gevallen. Die zijn vastgesteld in de beleidsnota in 2010. Maar de politie houdt zich daar ook niet aan. En vat die uitzonderingssituaties veel breder op dan hoe ze staan geformuleerd in de wet. Nou, ik was sowieso ontzettend geschrokken van het politiegeweld van afgelopen zondag. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Vanuit een platte petten noemen we ze, dus niet ME-politie. Dus ik wist dat de politie heel erg ziek kon zijn, maar dit sloeg toch wel alles. En nou ja, daar was ik sowieso heel erg van geschrokken. Ik heb ook in de politiecel overnacht. Tot maandagavond kwam ik er weer uit. Ik merkte dat daar vrij veel stress over was in mijn lichaam gewoon. Dat voel je de afgelopen dagen. We hebben ondertussen heel veel gedaan om aandacht te vestigen op het geweld. Dus ik ben daar ook nog fulltime mee bezig geweest en met de advocaten bezig geweest. Dus dat was hartstikke druk. Dus ik ben nog steeds heel erg moe eigenlijk. En vandaag was het voor mij heel stressvol. Want ja, je weet niet hoe ze reageren. Zolang er redenen voor kraken zijn, zullen krakers ook doorgaan met hun activisme. Ja, en tot die tijd zal de overheid daarmee moeten omgaan op een of andere manier. En je kan wel doen alsof het niet bestaat en steeds harder proberen te slaan, maar daarmee gaat het probleem niet weg. En ik neem aan dat ze dat nu wel begrijpen inmiddels, na 2 jaar kraakverbod. En ik hoop dat ze het licht zien. En begrijpen dat er een betere regeling nodig is dan elke keer maar weer proberen het zwijgen op te leggen met knuppels. Ja. Het is goed gebarricadeerd, daar heb ik alle vertrouwen in. Aha. Dat wel. Dus nou, we hopen dat in ieder geval wat zal schelen. En dat ze ook begrijpen door onze communicatie dat wij niet mensen zijn die overlast veroorzaken of daar zijn om vervelend te zijn. En dat we daar zijn met een hele legitieme reden. En dat ze misschien begrijpen dat het daarom ook geen reden is voor ontruiming. Because we're all living to all.